De mannen van Den Bosch zijn er niet in geslaagd punten te pakken op bezoek bij Laren. In Noord-Holland werd het 7-3 voor de thuisploeg en dat was een harde klap voor de Bosschenaren. Ja, dat komt zeker hard aan. Ik denk dat je hier feitelijk voor je laatste kans vecht. En ik denk dat je na rust keurig terugkomt tot 3-2. En dan krijg je eigenlijk na 2 minuten gelijk de 4-2 om je oren. En dan gaat het eigenlijk heel snel. En dat is denk ik wel stof tot napraten. Nou ja, we zijn natuurlijk een beetje de onderliggende partij en moeten proberen Laren pijn te doen op plekken waar we kansen denken te krijgen. En dat hebben we redelijk gedaan. Alleen in de eindfase zijn we niet effectief genoeg. Wel blijft het gat met concurrent HGC, dat ook verloor, 4 punten. Wil Den Bosch de na-competitie nog ontlopen, dan zullen de laatste 2 wedstrijden dus in ieder geval gewonnen moeten worden. Maar dat zal nog niet meevallen. We hebben een verschrikkelijk moeilijk programma. En daar moeten we gewoon echt ons stinkende best voor gaan doen. Kijk, ik denk dat je nog een kans hebt. En dat is altijd beter als dat je helemaal geen kans meer hebt. Ja, natuurlijk. Dat is ook absoluut. Op dat punt leven we nog. Hè. Maar beide ploegen en HGC en Den Bosch hebben een lastig klusje te doen. En wat wij moeten doen, en dat is winnen van Bloemendaal thuis. En winnen uit op Pinoquet. Nou, dat zijn niet de meest eenvoudige klusjes waar je aan moet beginnen. Maar het kan wel. Maar toch, ik neem aan dat jullie ook wel ergens in je achterhoofd al een beetje aan die play-outs denken. Natuurlijk, dat zit altijd in je achterhoofd. En op het moment dat het wat stroef draait, dan zie je ook dat de kopjes een beetje gaan hangen. En dat denk ik dat het toch wel de angst is voor die play-downs. Kijk, we weten allemaal vanuit het verleden wat daar voor verrassende dingen zijn gebeurd. En daar moet je gewoon tegen wapenen. Maar we moeten niet te ver vooruit kijken. Kijk, we hebben nu we hebben dinsdag nog een training en hebben gewoon een week even helemaal niks. En dan hoeven we elkaar even niet te zien. En dan gaan we de week van Bloemen, dan gaan we gewoon weer keihard op die dinsdag er tegenaan. En dan zijn er weer 3 punten te verdienen. Rekenkundig kan je met 2 keer winnen gewoon keurig erin blijven. Of dat reëel is, dat zei ik net. Bloemen en Pinoquet zijn ook niet de minste op dit moment. En de nummer 1 en 5, dat is de volgende vraag. Dus je moet wel 2 dingen parallel laten lopen. Uiteraard moet je ook nu voorbereiden op wat er mogelijk straks op 21, 22 mei gaat gebeuren. Dat doen we dus ook. Maar eerst wordt dus het vizier nog gericht op het restant van de reguliere competitie. Waarin Den Bosch nog altijd hoopt op een stuntje. Het is voor ons goed dat Pasen ertussen zit. Dat we even tijd hebben om alles te laten bezinken. En dan zul je echt met z'n allen, kijk, en daar is een begeleiding, daar is een club, daar zijn spelers verantwoordelijk voor, om gewoon die wedstrijden gewoon met 130% tegemoet te gaan. Kijk, en op het moment dat niet gebeurt, dan moet je kappen met topsport. Want opgeven, dat is natuurlijk iets verschrikkelijks. Kijk, en er zijn gewoon 6 punten te halen. En dat begint bij Bloemendaal. Dat zal een hele moeilijke klus worden. En de week daarna tegen Pinoquet zal ook een hele moeilijke klus worden. Maar nogmaals, er is een kans.